1 like is 1 huggy wuggy. Hoeveel huggy wuggies kunnen we verzamelen? Ik hoop niet te veel. Ze hebben scherpe tanden. Ik ben de Squid Game Guard. Dit is huggy wuggy. En dit hier is een karretje. Let's go. Oh. Vandaag is de challenge simpel. Vandaag wil ik erachter komen wat er in het hoofd zit van huggy wuggy. Er zijn verschillende theorieën. Sommige mensen denken dat Huggy Wuggy een mens is. Anderen denken dat hij bestuurd wordt door Poppy Playtime. En er zijn zelfs mensen die denken dat het een knuffel is. Niets meer, niets minder. En ik dacht, er is maar één manier om daar echt achter te komen. We laten onszelf opeten. Het is niet de slimste manier, maar het is een manier. Waarschijnlijk zit ik hier nog wel een tijdje in. Tijd om te versnellen. Oh my gosh. Wat zijn dat? Zijn dat een soort van... Het zijn hakken. Nu moet ik extra voorzichtig lopen. We hebben de checkpoint, dus we gaan door met de uitdaging. Spam in de comments. Wat zit er in het hoofd van Huggy Wuggy? Is het inderdaad een kostuum? En zien we zometeen een gast zo kijken? Of draagt Huggy Wuggy geen pak? En vinden we zometeen zijn hersenen? Kunnen we dan zien of die slim is? Ik bedoel, grote hersenen is slim, kleine hersenen is... Laat maar. Oh, ik vind het echt heel eng. Ik bedoel, hij kijkt blij, maar geloof me, dat kan snel veranderen. Laten we het weer versnellen. Een nieuwe halte. Nog steeds op mijn hoge hakken. Oké, let's go. En we gaan er weer voor. Ik zit al zo lang in dit karretje. Ik heb bilpijn. Dat is pijn. In mijn bil. En waarom zit er geen koelkast in deze kar? Een minibar? Misschien een kleine snackbar? Ik bedoel, come on. Huggy Wuggy mag mij zometeen opeten. Maar ik heb niks om te eten. Eigenlijk maakt het niet echt uit. Want wat ik nu eet, eet Huggy Wuggy zometeen omdat hij mij eet. Creepypasta wiskunde. Hij is trouwens echt mega groot. Als ik op dit pijltje druk, kunnen we wat sneller gaan. En ik ben alweer woo, bij halte 4. Ik ben een beetje bang. Ik bedoel, waarom zijn er zoveel haltes? Ze willen echt niet dat we erachter komen wat er in zijn hoofd zit. Want als het een kostuum is, dan zien we het ware gezicht van Huggy Wuggy in de buggy. In... de buggy. Is dit de laatste halte? Halte 5. Oké, nu begin ik kippenvel te krijgen. Als Huggy Wuggy een mens is. En als Huggy Wuggy een mens is. Is Kissy Missy dan ook een mens? Oh, ik ben zo dichtbij. Ik kan het bijna aanraken. Heb je je handen wel gewassen? Ja, Bob. Ik wel. Is het raar dat ik Huggy Wuggy wil aaien, terwijl die mij wil opeten? Ik bedoel, kijk naar hem. Hij is waarschijnlijk mega zacht. Maar laat je niet kisten hoe lief hij er hier ook uitziet. Hij heeft 2 gezichten. Gezicht 1, gezicht 2. Je snapt het. Hij kan ons nu letterlijk zien als die inderdaad leeft. We maken het laatste bochtje. Oké, het moment is daar. Wat zit er in het hoofd van Huggy Wuggy? Is het een mens? Is het een robot? Wordt hij bestuurd door iemand? 3, 2, 1. Oh. Wacht, wat? Dit zit erin. Zijn hoofd? Maar wacht eens even. Dit is letterlijk een winkel? Ik kan haar kiezen? Dit is eng. Allemaal gratis items? Pizza? Lekker hoor. Er zit een wolk in zijn hoofd? En niet te vergeten, een schommel! Stel voor, er zit een speeltuin in je hoofd. Klinkt cool. En wat is dit? Oh my gosh. Oh, dit gaat snel! Maar waar kom ik nu uit? Ik val gewoon. Ik moet zeggen, dit had ik niet verwacht. Maar er is iets wat veel mensen niet weten. Huggy Wuggy. .exe. Huggy Wuggy is al best wel creepy en... duister. Maar wat als je dat keer 2 doet? Dan heb je niemand minder dan HuggyWuggy.exe. Hij ziet er zo creepy uit. Hij heeft engere ogen, een engere lach en scherpere tanden. Precies, Bob. Er is maar één manier om hem in te maken. En dat gaat niet lukken met mijn coil. Ik heb een ander item nodig. Oh my gosh. Oh my gosh. Oep. Hij was te snel. Ik moet me beter vermommen. Misschien. Perfect. Ik heb iets nodig wat... vliegt. Stap 1 is dat we hem moeten lokken. Stap 2 is het vliegende tapijt. En stap 3 is... is... Oh nee, hij trapt er niet in. Normaal werkt dit. Oké, misschien de wolk. Huggy Wuggy, jij eng... mormel. Kom eens met mij mee. Oké, hij zit achter me aan. Oh, mijn wolk is weg. Goed zo. Goed zo. En spring. Hij doet het niet. Oké, nog één laatste keer. We gaan naar beneden. En dat is nu... Oké, echt op het allerlaatste moment dan. Kom op. Ja, ja, ja. We hebben hem, we hebben hem. Hij viel. En zo is de wereld Huggy Wuggy vrij. Ik ben dit pak zat. In Squid Game 2 moeten ze er zo uitzien. Tenminste, ik weet het niet. Welk item neem ik mee? Brood. Pas bij mijn outfit. Of eigenlijk... nu niet meer. Ik heb het idee dat ik hier niet alleen ben. Oh my gosh. Zeg maar alsjeblieft dat dopertjes kunnen lopen. Want anders zijn dat zombies. Jongens, doe eens rustig. Dit is echt super naar. Er zitten allemaal muren om deze map heen. Ik kan ze dus niet kwijtraken. In dat geval is het ontsnappen. Oh my gosh. Oh my gosh. Net op tijd. Ze kunnen klimmen? Sinds wanneer kunnen zombies klimmen? En er is hier in de lucht een mini-obby. Deze is lastig. Ik zie daar koekjes. Het zijn geen Squid Game koekjes. En de beloning...
is niks. Over een paar seconden spant er weer een nieuwe creepypasta. En ik zou hier naar beneden kunnen. Oh my gosh. Freddy? Ben jij dat? Oké, wacht. Ik heb een idee. We moeten proberen om elke creepypasta in dit gat hier te krijgen. Oh my gosh. Oh. Hij is erin gevallen. En deze dan? Rood en blauw. Oké, Freddy is daar beneden. Maar hij heeft gezelschap nodig. Niet ik. Maar wat dacht je van Sonic? Meerdere Sonics. Oké, ze zijn mega sterk. Maar ik leid ze hier naartoe. Ja, het lukt. Val naar beneden. Oké, ze vallen. Yes, we hebben ze allemaal. En nu ga ik er snel vandoor. Eigenlijk moeten we een naam voor de bunker bedenken. Waar we nu alle creepypasta's in hebben gestopt. En de volgende zijn Cartoon Cats. Als in meerdere. Ik sta aan deze kant van het gat. En ik denk legit dat ze er allemaal in vallen. Als ik nu in dit gat val, ben ik zo af. Dit is echt een eng spel. Eén foute sprong. Oh, snap. En je ademt niet meer. We hebben nog één iemand nodig. Maak het eng. En diegene komt nu op mij aflopen. Sonic.exe. Oh. Oké, luister, Sonic. Er zijn al een aantal Sonics. Maar jij bent de kers op de taart. Oké, zelfde tactiek als net. Ik ga hier staan en... Yes! Maar de guard heeft heimwee. Dus we brengen hem naar huis. Oké, niet helemaal. Maar dit is een Squid Game hobby. 1, 2, 3 of 4? 3? Nee. Is het 4? Nee. Is het 2? Serieus. Ga me nou niet vertellen dat het 1 is. Ik heb het gehaald. En oh my gosh. Dit zijn alleen maar de vierkantjes. Op zich, dat is ook wel het mooiste masker. Laat het rondje dat niet horen. Squid Game lasers? Ik denk dat de Squid Game guards dit iedere ochtend moeten doen om zich voor te bereiden. Eigenlijk zou ik wel eens een keer een Squid Game masker willen ontwerpen. Ik zou er waarschijnlijk de raarste dingen op zetten. Emojis, mijn favoriete eten en misschien wel een taco. Nee Bob, dit ziet er lastig uit. Maar door wie is deze hobby gemaakt? Er zijn zoveel Squid Game hobby's. Zouden die allemaal gemaakt worden door de front? Ik bedoel, de frontman is de maker van Squid Game. Toch? Of zou er nog een grotere baas zijn waarvan niemand weet wie dat is? Zoals mijn oma. Dat zou een goede baas zijn. Ik denk alleen dat ze alle koekjes zou opeten. Dus dan is er geen Squid Game meer. Oh my gosh. Heb ik het al gehaald? Is aan het einde van deze trap de beloning? Nee, we zijn waarschijnlijk nog niet eens op de helft. Ik kan niet de enige zijn die dat soms heeft. Dat je ergens druk mee bezig bent. En je gevoel zegt echt... Goed zo, je bent bijna klaar. En dan zoom je bijvoorbeeld uit... En is het niet zo. Aan de ene kant is het pijnlijk. Maar als je iets leuk vindt, is het leuk. Logica met DutchTuber. De guard heeft me in de gaten. Ik ben een indringer. Het is eigenlijk best wel makkelijk om in te dringen bij de Squid Game guards. Veel creepypasta's hebben een moeilijke outfit. Jason, Freddy, Baldi. Je gaat je niet zomaar kaal scheren om undercover te gaan. Maar hoe je er ook uitziet. Als je een masker opzet en een rood pak aantrekt. Zie je eruit als een Squid Game guard. Of je trekt een gele jurk aan met witte sokken. En je draait je om. Dan zie je eruit als de Squid Game pop. Eigenlijk zou ik de pop het liefst willen zijn. Spam aardbei in de comments als je Squid Game in beeld ziet staan. Soms heb je van die stukjes die zo makkelijk zijn vergeleken met de levels ervoor. Zoals dit. Het is letterlijk een brug. Terwijl hiervoor waren er lasers. En lasers. Zoals deze dingen waar je overheen moet springen. Dit ziet eruit als taart. En het verdwijnt. Het is taart. Als je taart voor mij neerzet, verdwijnt het ook. Ik ben een goochelaar. Zou het mogelijk zijn om te solliciteren bij Squid Game? Dan kom je op een sollicitatiegesprek. Zit de frontman daar? Vertel, waarom wil je meedoen aan Squid Game? Nou ja, ik spaar voor een step. Ik heb het geld nodig. Maar je weet toch dat in Squid Game er geen weg meer terug is? Nou... Volgens mijn navigatie wel. Ik denk dat je me niet helemaal begrijpt. Eens in Squid Game is altijd in Squid Game. Maar op de vacature staat dat het van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is. Luister, weet je wel wat Squid Game is? Ja, tuurlijk. Het is... Nee, ik heb gewoon het geld nodig. Om eerlijk te zijn, ik denk dat de frontman daarom een masker draagt. Hij kijkt de hele dag chagrijnig, omdat mensen solliciteren en niet geschikt zijn. Ik bedoel, je moet wel echt gemeen zijn om een rood pak aan te kunnen trekken, een masker en vervolgens de hele dag niks te zeggen. Als ik in zo'n kostuum liep, zou ik de hele dag zingen. Ik draag een masker met een figuurtje. Ik heb zin in een frikandel. Oh my gosh. Deze trap verdwijnt terwijl ik er overheen loop. Dat betekent maar één ding... We hebben het bijna gehaald. Ik wou zeggen, we hebben het gehaald. Maar nee, bijna. Dit is het laatste gedeelte. Maar alsnog moeten we voorzichtig zijn. Oh my gosh. Ik hoop niet dat ze me doorhebben. Rondje, driehoekje, vierkantje. Mega reus. Dank jullie wel voor de... Oh, felicitatie. We gaan omhoog. En yes! Ik heb het gehaald! Ik heb het gehaald! Waarom heb ik een ei op mijn hoofd? Nog een laatste uitdaging. Bouwen. Oh. Maar voordat ik begin...
Een huggy-wuggy. Pet. Maar hoe duur is die? 300 Robux? Maar natuurlijk. Oh my gosh. Ik heb hem. En hierdoor ben ik veel sneller. Oké, we moeten snel gaan bouwen. Want als we niet snel genoeg zijn, gaan we keihard af. Ik heb alleen nog maar een vloer. Oké, ik heb muren. Nu alleen nog maar het dak. En ik ben klaar. Ik heb alleen een deur nodig. Oké, als het goed is, komt er iets aan. Maar wat is dat? Oh my gosh. Een mega baby. Ah, ik ben niet bang voor een baby. Hallo mega baby. Hey, hij is alles aan het slopen. Mega baby, niet doen. Nog één verkeerde beweging. En je hebt huisarrest. Oh, dit was spannend. Huggy Wuggy heeft een speeltuin in zijn hoofd. En een mega baby is sterker dan mij. Weer wat geleerd. Abonneer en adios.